Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook weer een heel mooi kerststuk maken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op het kanaal is helemaal gratis en blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En we zitten nu helemaal in de kerstsfeer. Maar straks in het nieuwe jaar gaan we natuurlijk ook weer heel veel leuke DIY video's maken. Dus wil je niks missen, druk dan even op die abonneerknop. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Van vandaag bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland, dus waar je ook woont, het komt gewoon naar je toe. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. We gaan vandaag aan de slag met de Oasis Table Deco Mini. Ik heb hem in drie formaten, midi en maxi. Wat ik heel erg handig vind, want er zit een houder onder waarbij je hem in elk bloemstuk eigenlijk kan verwerken. Maar daarnaast kan je hem ook aanpassen aan het formaat van je bloemstuk. Vandaag wil ik graag werken met plantjes erbij, waardoor voor mij de mini groot genoeg is. Maar ja, je kan gewoon kijken welk bloemstuk je wil maken en ja, je kan hem dus in verschillende formaten eventueel bestellen. Wij gaan met de mini aan de slag, de bio-versie. Je hebt hem ook in de gewone versie, maar we gaan vandaag met de bio-versie aan de slag. Dus ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Zoals je kan zien heb ik een heel mooi frame naast me. Metaal industrieel, houden jullie van. Ik heb ook een mooie ster voor de kerstsfeer. En deze kan je los van elkaar vervoeren. Erg handig. En daar gaan we ook mee werken, want we gaan mooie kerstballetjes erin hangen. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Ik leg de Oasis Table Deco Mini even aan de kant, want we gaan eerst aan de slag met het onderframe en de ster. De ster ontwikkel ik even met lampjes, want ik vind lampjes gewoon heel gezellig in een kerststuk. Dus dat ga ik hier ook in verwerken. Die wikkel je er gewoon omheen en het geeft straks een heel leuk effect. Je kan natuurlijk heel veel andere dingen ook nog met de ster doen, zoals ja, wikkelen met kerstgroen. Je kan allerlei dingen inhangen, maar ik ga dus gewoon aan de slag met de lampjes. En dat vind ik voldoende, want we gaan straks ook nog bloemen verwerken in het stuk. En dan vind ik juist dat daarin eenvoud siert, maar dat ga je straks zien. Je wikkelt hem er gewoon omheen, tot als je hem helemaal vol hebt. Zoals je kan zien heb ik hem heel mooi versierd. Die gaan we later in het bloemstuk verwerken. Gaan we nu verder met het onderframe. Het leuke aan het frame is dat de bovenkant los is van de onderkant. Daardoor kunnen we de dingen aanhangen. En daarvoor gebruik ik hele mooie glazen kerstballen. Gewoon mooi blanco. Wat ook leuk is om eventueel lampjes in te doen. Maar we gaan ze dus aan het frame hangen op verschillende hoogtes. Geeft ook een heel leuk effect waardoor je het verbindt met de bovenkant. Ik doe dat met niet alle kerstballen, want ik wil er ook wat bovenin terug laten komen. Maar wel een groot deel. Dus die kan je er op verschillende hoogtes aanhangen. Dit doe ik gewoon met een touwtje. Leg ik gewoon een knoopje in en dan zet ik het vast aan het frame. Kijk, heel erg leuk en speels. En wat we dan gaan doen is eventjes de balletjes onderop gaan we vullen met een beetje water. Daarvoor gebruik ik de laboratoriumfles. Dat staat op onze website. Daar kan je gewoon met het buisje zon te smeren iets water toevoegen. En dan doe ik daar een takje kerstgroen in, waardoor je ook onderop heel leuk toch het kerstsfeer hebt. En daardoor meeneemt met de bovenkant. Dus je krijgt een heel mooi geheel. Je kan het met een paar kerstballen doen. Je kan het ook met allemaal doen wat je zelf leuk vindt. Ik vind het leuk om het af te wisselen. Kijk hoe leuk. De ster zet ik in het midden, maar je kan hem ook aan de zijkant doen wat je zelf het leukst vindt.
Dan heb ik hier een hele mooie Helleborus, ook wel kerstroos genoemd. Past dus echt bij deze tijd. Die zet ik aan deze zijde en die is precies de goede lengte. Mocht die niet helemaal goede lengte zijn, dan kan je hem iets inkorten. Maar nu is die prima. Dan heb ik hier ook een mooie vetplant. Die zet ik aan deze zijde en dat doe ik wat mos onder, zodat ik hem iets ophoog, zodat hij op de goede formaat zit. En je kijkt er gelijk mooi afgewerkt in. Want je kan het potje daarmee mooi wegwerken. Ik laat potjes er gewoon omheen zitten. En dan heb ik natuurlijk de Oasis Table Deco Mini. En die verwerk ik ook in het stuk. Ik schuif de ster even iets aan de kant. En dan past de houder er precies tussen. Zat hij mooi op geklemd. Nou, er zit al een waterschaaltje onder. Dus dat is ideaal. Zo, en daar kunnen we dus verse bloemen en eventueel kerstgroen in verwerken. Bij kerstgroen haal je altijd het steeltje onderaan de naaldjes af, zodat je hem mooi vrij hebt. En dan kan je hem erin steken. Het is ook belangrijk dat je alle bloemen, zowel snijbloemen als kerstgroen, eventjes aan snijdt. Je kan hem aan beide kanten mooi opmaken. Je kan er ook kiezen om hem in je zijde op te maken. Het is ook een hele mooie houder en een mooi bloemstuk voor om bijvoorbeeld op de kast te zetten waar je een muur achter hebt op een dressoir. Het is een mooi royaal stuk, maar ook leuk bijvoorbeeld bij de deur buiten. Wel oppassen met de kou en de snijbloemen, maar je kan eventueel dan ook de snijbloemen eruit laten. Ik maak eerst een baas met verschillend soort kerstgroen. Een mooie katoentak. En wat mooie rozen, zuidenwindlelies en duizendschoon. En die verwerk ik ook in het stuk. Ik doe het mooi wat meer in de hoogte. Dan heb ik nog wat van die kerstballen over. Die ga ik erin doen. Ik heb er twee bewaard onder bijeen te doen. Even kijken. Hier heb ik ze. Eentje leg ik er gewoon los in het stuk. Je kan eventueel ook lijm gebruiken. Afhankelijk van waar je hem neerzet of die dan veilig genoeg staat. Maar hier, hij klemt er wel mooi tussen. En eentje ga ik er nog bovenin hangen. En dan komt het er heel mooi weer terug. Zowel bovenin als onderin. Onderin kan je eventueel ook extra roosjes bijvoorbeeld doen. Maar dan moet je het gaatje van het ijzertje wat op de kerstbal zit even iets wijder maken. Zodat je makkelijker de bloemen erin kan doen. Maar alleen kerstgroen is ook al heel erg leuk. En kijk hoe mooi luxe kerststuk we dan hebben. Ik ga jullie even iets naar achteren zetten. Dan kunnen jullie de onderkant en het geheel zien. En ik doe de lampen even uit. Dan kun je zien wat voor sfeertje dit weer is. Maar voor ik dat doe, spreek ik me ook nog even in met de Floralife. Vooral ook goed voor het kerstgroen. Als het wat ingedroogd is, geef het even een boost. Voor een plantje is het goed. Voor de snijbloemen is het goed. Dus zeker een aanrader om in huis te hebben. Nou, dit is toch een fantastisch gezellig sfeertje. Je kan het eigenlijk helemaal maken zoals je zelf wil. Je kan ook andere dingen eronderin doen. Je kan de kleur aanpassen. Maar de basis is natuurlijk gewoon echt al heel erg tof. Die lampjes maken het heel gezellig. En ook de ster laat je zo op een sterke manier terugkomen. Maar het is echt een heel mooi geheel. Omdat je dat metalen elke keer weer terug ziet komen. Wil je het pakket van vandaag nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Wees snel bij, want op is op en de pakketten gaan heel erg hard. Ik weet zeker dat dit ook weer een toppetje gaat worden. Dus wil je het niet missen, wees snel bij. En dan zou ik zeggen, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en zie je me de volgende keer weer.